1625. En dat blijft je niet eens zo ver vanaf. Maar toch, heel erg fraai. Daar komt iemand die we zo graag hier binnen willen hebben. Die gaat dan komen. Casper Bisschop. Casper Bisschop. Mooi gedaan uit Staphorst in 16 minuten en 36 officieus. En dan wordt het nog een spannende strijd voor de tweede en de derde plek. Daar gaan ze aan vechten. De laatste 200 meter kan die atleten in. En dan zit je er zo meteen als je er een deetje bij is. Op dame. Dan pak je de eerste drie. Eerste drie dames. 50 meter te gaan voor deze twee atleten. Die ook een hele scherpe tijd neer gaan zetten. Dat is de boer, de man met de muts op zijn been. Ja, de heren zijn meestal... Dat wordt een fantastische eindsprint, mensen. Laten we kijken wie hier de langste adem heeft. En ze zijn alle twee keiers natuurlijk. Maar daar komt hij. Wie gaat het worden? Is het Bert de Boer? Bert de Boer die gaat het winnen. Bert de Boer, hartstikke mooi man. Wat kun je toch snel zijn, Bert? Wat ben je toch vandaag weer in topvorm? Bert de Boer, en je gaat voor aan Michiel Veldman uit Nieuw-Leuzen. En ook die man hebben we natuurlijk al vaker gezien. Maar die Bert de Boer, wat een verflitsende eindsprint. En Casper Bisschop, hij zit er even na. Casper, ik vind het geweldig wat je gedaan hebt vandaag, jongen. Toppie. 13,39. En Jeroen Kwak en Michael Bronsink zagen binnenkomen. Jullie voor het hof. Al die mensen hadden hierbij staan in de prognose. Ja. Hallo, Michael Bronsink. En dan gaan we zo meteen Henk Slager binnenhalen. De man uit Staphorst van de BB-lopers, Henk Slager. En die zet de tijd stil op 8.05. Goed gedaan. En dan zien we ook Goedhout, Gert-Jan Tichelaar. Uit de Wees, Oldenbroek, Gert-Jan Tichelaar. En die gaat er even een sprintje leggen. Ja, dan moet hij het helaas afleggen. Ja, je hebt het gedaan. Ik zei vanmorgen tegen Ronald, dat gaat er 18.08 worden. Mooi, Bert, wat een sprint, jongen. Super, hartstikke goed, jongen. Knap gedaan. Mensen, wat mooi. En kijk dan deze Wim de Wier, Wim in begeleiding van die mooie aardig. Hier komt Rutger van Dijk. En als je praat van Rutger van Dijk, dan denk ik toch wel heel zachtjes. Hallo, Lisa van Dijk. Hé, hey, wat lach op jij? Van het zien. Ja, die zijn drie van hey, mooi jong. Hey, maar Teunis, ik kan niet twee keer drukken, hè? Dat heeft niet zoveel zin om nee. Te schrijven. Wij nemen dat voor onze rekening. Wat een drukken. Ja, dat is hartstikke mooi natuurlijk. Daar komen ze wel Richard eruit. Maar moeten we zo bij door dan? Met de nee. Lieve toilet van de BV-lopers. En die gaat dan een hele mooie tijd neerzetten. Onder die 20 minuten ruim. Lieve toilet, 19 minuten en 13 seconden. Ja, die lieve blijft toch een klasbak. Gerard Kroesman, die ook vanaf gegaan door Nico Bakker, Frank van Brugge en Karel Hoeven. Martijn Kogelman. En dat is mooi, hè, want we horen onderweg, het is een hele goed parcours. Het ligt er goed bij. Die kom, hè! Goed zo! We zijn goede tijden kom, hè! Die gaat een hele keurige tijd neerzetten. En dat kan zij ook onder die 20 minuten. En ook vandaag, tweede dame, 19 minuten 47. Lisa van Dijk, goed gedaan. En natuurlijk die haas van Lisa, die Jan van Ommen, die koffer kwam wel in. Maar hij is er nog steeds. Wat doen we dat goed om Jan van Ommen hier vandaag aan te treffen? En Lisa van Dijk, uw tweede plaatsmeisje, hartstikke goed gedaan weer. En wat een veld, wat een deel in mijn veld. En wat een juiste prognoses. En dan moet je ook een beetje geluk meer hebben. Kom op, Lisa! Pak hem! Gaan we binnenhalen. Gerrit Peters en Willem Berghuis uit Vaassen. En aan de achterzijde zien we ook nog Gijs van de Wetering. Van de Gemzen hier de laatste 100 meter binnen gaan. Maar daarvoor Gerrit Peters en Willem Berghuis. Kom Gijs, laatste stukje. Dan zet je hem ruim binnen de 21 minuten stil. Kom Gijs, laatste stukje. Gijs van de Wetering. Van de Gemzen uit de Heerden. Hoeveel je hem opgeschreven hebt? 50? Misschien wel even nog. Hij doet het wel. Ik stoppen net voor de eerste gedicht. Dan kijken we niet uit. 20 minuten en 47 seconden. Ik kom niet ver. En dan neem je mee een stukje fietsen. Dan kom je weer even binnen. Dan heb je wel een halve keer. Doe bij de kilo. Ja? Gerwin Vis, die gaat hier zijn laatste meters maken. We hebben eerder al Esmee zien winnen. En nu komt Gerwin de Wader. Dus dat betekent al dat ze niet aan de breed heeft. En Gerwin Vis, die zet de klok stil op 21-18.
In ieder geval de derde dame toen ook daar. Onder zijn koffie dan. En broodje op? Ja, neem maar wat. Youth Basement gaat hier finishen. Youth Basement is snel. Maar juist. Nou, we hebben geluk. Goed gedaan, mannen. Dat is ook een mooi gezicht. Dat is steeds jonge atleten. Die 5 kilometer wagen zich dan toch aan die wat langere afstanden. En we gaan zo hier binnenkrijgen. Heinze Blank, Walter Beens en Reinier Simmons. Reinier Simmons van de voetbal. Overgestapt richting de atletiek. Doe je goed, Reinier. Alleen nog de 4. En dat is Harriet van de tweede halve. En dat is de halve. 22 minuten en 7 seconden. Harriet van de Doeber, hartstikke goed. Ik heb je de lange tijd niet gezien in de wedstrijd, maar toch hartstikke tevreden met die positie, neem ik aan. En liever dan hebben daar de snelste voor Harriet knap gelopen. Ja, dan zagen we natuurlijk ook binnenkomen Tamara Pleiter, Theo Hanekamp en Klaas Arkema. Die zijn hier inmiddels op final. Theo, daar komt hij. Mooi Theo! Tamara, ben je tevreden? Niet tevreden. Tamara die zet een tijd neer van 22 minuten 34 seconden. En hier zien we binnenkomen Bouke Bussen. En Bouke komt uit Hattem. Iemand die de omgeving natuurlijk ook als een broekzak zal kennen. En ook de Giorgio Timio uit Hattem. Bettine. En daarvoor zit Katrine Tingio uit Hattem. Bettine Engelsman, die komt zo net binnen. En dan Elko Lindhout. En dan de laatste meters ook van Helen Siemens. En hier hebben we al binnen zien komen. En daar komt ze zus. Helen Siemens ook de laatste tijd goed bezig. En die zet hier de tijd stil op 23 minuten en 51 seconden. Goed, Helen. Thank you.
Nina Groman, die komt al naar binnen. Die is dat van het meisjesteam van SEH dat hier in het knalroze hier gaat finishen. Ze hebben de laatste weken getraind hier op de baan en dat betaalt zich wel uit. Jan Baak is er ook weer. Ja, natuurlijk. De man van Cialvo, 46-47. Goed gedaan, Jan. En dames en heren, op een prijs. We gaan die prijsuitreiking op de korte minuten termijn doen. Dus loop niet te ver weg, want met een paar minuten en zijn we zover om die prijsuitreiking op de 15 minuten te gaan realiseren. Kom Lada! Kom hier dan! Lekker jongen! Jawel! Lekker jongen! Ja, maar jij hebt voor gezegd. Jan, de kop van de 5 kilometer. Die is er aan de 10 kilometer. Rond. Ja, daar zijn we dan. Dit is aan de kloosterziel. Ja, die is aan de kloosterziel. Ik heb gezegd dat die 5 kilometer is aan de supersnel. Maar het is aan de kloosterziel. Die typeer in de loop staat.